Hallo mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nerdcast. Tan tan tan. Stiekem zijn wij gewoon heel erg duivels. Yeah. Nou. Kom, we gaan rennen. En toen we inlogden hadden we iets super gaars. We spanden allebei in lava en daardoor zijn we alle spullen kwijtgeraakt. Ja. Sad face! En toen kwam er ook nog een crash. Er kwam een fout in de fraps en zo, dus. Kom je naar mij, ik heb de deur al open. Waar zit je? TP gewoon. TP, Mike, geraakt. Ja. Ik weet ook hoe. Als je singleplayer doet, dan gaat die deur helemaal. Als je nog een keer drukt. Ik wil op knopje. Ah, wacht, shit. Nee. Ja, ik was net op tijd om nog een keer op de knopje te duwen. Ja, dan zat ik vast. Auw, kom. Dat was niet aardig. Ik sta aan de grond. Ik drukte op de knop. Ik jou, dat is gemeen. Oh, hondje. Ik krijg hem niet rechtop. Krijg jij hem rechtop? Wow. Zo. Zit. Yeah. Jij pakt gewoon alle goede spullen. Hey, ik heb hondje een koeken chicken gegeven en toen kreeg je hartjes. Oké, okay, die is in de chain pass, chest plate kan ik niet. Heb je gekeken of er iets in de furnace zat? Ja. En? Nope. Ik note complete. Each trade in the other day are offered. And only complete each trade on tank. Vlad. Oké, dus nu moeten we eerst een stone sword zien te vinden. Nee, een wooden sword. Ja, dat bedoel ik. Heb ik al. Oh. Hoe kom je eraan? Uit de kist gepakt. Oh. May the bright lady be praised, she has answered our prayers. Greetings, stranger. I am Shaman, in charge of this defense situation. Oh, irritant geluid. Ik geef dat boek wel aan jou. Okay. Dan kunnen jullie kijkertjes het lezen, ik heb geen zin om te lezen. Ja, ik zou niet, dus dat is de video maar gewoon pauze. Bum bum bum. Ja, ik denk gewoon, we moeten gewoon. Nu gewoon, moeten we gewoon 5 fire charges vinden. Oké. Okay. De wereld hier is wel een beetje ontploft, hè? Yep. Oké, ik heb het al 4. Je moet kijken naar de dispensers. Oh, hier is nog maar een skeleton! Liep. Ah, oh, nee, hier zitten geen glasbottels in. Jee, deze nieuwe blocks doen het. Jee, ik heb leather boots. Ik heb 2 bogen, Mike. Zeker. Oh, staat hier nu net pijlen in? Ik heb 5 pijlen. Ik heb hier een brewing stand gevonden. Ja, die misschien hebben we, neem maar mee, misschien hebben we die nog nodig. Ja, ik heb ook een stone pickaxe gekregen. Nog. Of ja, gepakt, weet je wel. Uit de kist. En ik heb hier nog een brewing stand en een potion of regeneration. Nee, die zijn altijd handig. Wat waar, oh ja, de fire dingen. Ik heb een cauldron en nether wolf dingen. En ik heb een ghastier. Ik heb hier nog een wooden sword en een fermented spike eye. Hier zit gewoon opeens een random silverfish. Het is echt irritant. Yep. Hey Mike, ik heb een revended spider eye ofzo, weet ik veel. Yep. Me too. Ah, een best wel random spider eye. Ah, ik word gewoon random aangevallen door die pig zombies. Die hitten gewoon echt veel te veel. En ik heb een boek gevonden. I cannot believe that we are not even real. Just some ambiominat. Die slimes zijn echt irritant, man. Bla bla bla. Wow, hier is een grote. Ja, ik heb net hier ook hele grote slimes te vermoorden. Auw. Ze zijn gewoon verrekte serie. Yep. Oké, ik heb nog 4 fire chargers. Ja, en ik word aangevallen om pixel om jou weer. Ik ben bijna dood. Ouch. Hoi. Hoi. Ik ga even terug op zoek naar mijn spullen.
Ook zo. Ah, jezus, oh, ik kom er niet door. Je zit de zilver weg bij mijn spullen. Ik was hier ergens pas niet doodgaan. Kom op, ik kan ineens levend bij mijn spullen komen. Dat is irie. Mag je al even game om van mijn spullen te pakken? Nee, ik heb al mee. Waar? Hierheen. Daarbij die zombies, moet ik zijn. Oh, sorry. Oh. Ja. Met één slag met mijn hand, zucht. Oké, we moeten nu even terug naar het begin. Volgens mij hebben we genoeg spullen. Kom je mee? Wacht even. Oké, wat heb je dan allemaal? Ik heb best wel veel. Ja, maar kijk, we moeten toch die fire charges vinden. Ja, die heb ik. Oh, oké. Oké, fire chargers. Dan krijgen we een crafting tables by shaman quest. Mike, alsjeblieft, hier heb je een boog. Het komt erop neer dat we 3 crafting tables nodig hebben. Oh ja, ik heb er genoeg gevonden eigenlijk. Nou, ik heb er geen één kapot. In een kist? Of? Nee, niet in een kist. Ja, je mag ze niet breken, denk ik. Oh. Kunnen we verder kijken? Oh, we hebben ook nog een brewing stand en een cauldron nodig. Ik en heb al een brewing stand. Spider eye en een caster, die heb ik. En dan krijg je een lever. En ik denk dat alles is wat we nodig hebben. Simon, kom eens. Ik heb 3 brewing stands. Ik denk dat we al klaar zijn met deze. Als je nu even komt. Dan ben ik hier. Maar ik werd aangevallen door een spider. Moet je even teleporteren, want je rent de verkeerde kant op. Ouch. Ouch. Staan er 4. Dat kijk, ik denk. Ik heb een lever gekregen van die villager. Dus kwam hier gewoon random een dingetje uit het huis gevlogen. Ja. Ik ga de emerald kapot maken. Dude, mag geen blokken breken. Zegt. Ik ga wel terug naar de werkelijkheid. Ik ook. En ik heb een emerald blok. Ook. Ik heb 9 emeralds. Yeah. Zegt, daar heb je echt veel aan, hè. Nee, eigenlijk niet. Dat bedoel ik. Daar zou je gewoon echt wapens en armen van moeten kunnen maken. Ja, dat zou gewoon dat echt mooi zijn. Dat is echt zwaar onend. Dat zou mooi boy zijn. Mooi boy! Yeah. Ik ga hem plaatsen. Wacht even. Oké. Ik wil hem plaatsen. Pech! No! Zijn scout sad person. Aan. Als je mij nog een boog kan, boog. Ja, oké, okay. Ik heb jou een boog gegeven. Ik ben aardig. Hey, ik heb de XP. Cauldron! Wow. Wat gebeurde er? Erg ontploft iets. Dat vond ik een beetje apart. Oké, okay, ik ga sprinten voor deze. Auw. Hihi. Blijf jij voor daar voor als die verandert? Deze ene hadden nu eigenlijk best wel super snel gedaan. Mm-hmm. Maar weet je? Wat moet ik weten? In single player gaat deze blok wat bij ons in het midden blijft staan, gaat dan gewoon omlaag. Welke blok? DPN's. De match. Deze blok. Ik ga dan gewoon omlaag. LOL. Multiplayer, hè? Lijkt me een beetje. Hoi. Hoi. Gooi die emerald weg. Oké. Okay. Nee, nee. Dude, ik heb een boog. Ik zie je niet eens eens. Ik ben Legolas. Zie je mij? Nee. Ik ook niet. Oké, je opende de deur. Yay.
Well, ik kreeg allebei even, ik kreeg connect even. Oké. Ah, waar sta je? Ik zit in een muur vast. Zo, net op tijd. Ja, ik zie je. Hoi. Ja, yeah, ik heb een diary gevonden. Ik zat in een muur vast. Hey, Mickey. Hè? Wow, dat is helemaal gelukt. Fuck. Day 1. The sky has turned black and we cannot see the rest of the city beyond the walls of this cemetery. Day 2. My daughter found an energy core in the county grounds. My husband has said that we must hide the energy core in a safe location. The wall of darkness is still surrounding us and we are getting scared. My husband appears to be obsessed with hiding the energy core. He left with a fevered expiration and he's not been back for hours. Day 3. We woke to find our daughter missing. We searched the wall cemetery and I'm and Sans een rare uitroepteken zie ik graag weer. Oké. Okay. En volgens mij. Kiana disappeared in the front of my eyes. She's just faded from existence. I guess I'll be the next. If anyone reads this, look for the angel statue. Once the weeds and leaves has been removed from her, she should guide you to the energy core and to. Dan staan er weer van onze vraag dingen. Ik heb een lever. Zeg, hoe kom je eraan? Weet niet. Ik sloeg een painting kapot. Ow. En daarna ook nog een dinges. Dit zal wel dan de angel dinges zijn of zo waar je nu bent. Maar je mag geen beentjes kapot slaan. We moesten een leaf en zo weghalen, zei die. Maar als je toch een lever hebt. Alleen één ding. Dude, mag je niks spreken? Ja, oké, okay, daar kwam ik later op pas achter. Alleen ik had het fout gedaan. Ja, heb je de leaf teruggeplaatst, of wat? Hier, op deze plek moest een ding staan, piston. Alleen die moest niet zo staan, die moest zo staan.